Hallo en hartelijk welkom op ons kanaal. Fijn dat u weer kijkt. We staan in Zeeland en om precies te zijn in Zuid-Beveland. De plaats waar we staan heet Oude Landen en we hebben hier een prachtige camperplaats gevonden, Camperpark De Bloesem. Nou, waarom die plaats zo heet, dat snapt u al als u achter mij kijkt, maar daar gaan we nog veel meer van laten zien. Uiteraard gaan we deze camperplaats uitgebreid aan u laten zien en we gaan de omgeving verkennen hier. Het gebied waar we staan, dat heet de Zak van Zuid-Beveland en we gaan hier een mooie tocht maken. En dat gaan we doen op een voor ons wel heel bijzondere manier. Heel veel plezier bij het kijken. Er zijn totaal 25 camperplaatsen hier beschikbaar, waarvan 24 genummerd. En die 25ste plaats die is altijd wel te vinden. Hier zie je ook de wifi-versterker en ik heb het even gemeten vanmorgen. Je komt op 5 MB per seconde, downloadsnelheid 1 MB up. Op de camperplaats vind je ook een sanitaire unit en daar zitten 2 douches en 2 toiletten in. En die zijn luxe hoor. De douches die werken met thermostaatkranen, niks geen gedoe met muntjes of met euro's. En er zit zelfs een heater in de douche. Het sanitair gebouw kent dus 2 units, eentje rechts en eentje links. En dat is voldoende volgens de eigenaren van de camperplaats. Hun insteek is dat camperaars in principe zelfvoorzienend zijn en het dus eigenlijk niet eens nodig hebben. Daarnaast zeggen zij, dit is een camperplaats en geen camping. Dit is de receptie van de camperplaats. Hier vind je allemaal informatie. Hier kun je je ook aanmelden als je aangekomen bent. Er zit een bel aan de zijkant. Je kunt trouwens deze camperplaats reserveren. En misschien is dat wel verstandig om te doen, want het is een prachtige plek en het zou zomaar kunnen dat die vol is. Reserveren kun je doen met een formulier op de website. De verzorgingsplaats is ook mooi ruim opgezet hier. Je kunt achter mij zien dat het goed toegankelijk is. Je kunt daar je toilet verzorgen, je kunt je grijs water lozen en je kunt het drinkwater innemen. Ja, en dan zien we maar 1 container voor het afval. En dat heeft de eigenaar hier uitgelegd. Ze doen hier niet meer aan gescheiden afval ophalen, want dat werkt niet. Ze gooien hier alles weer bij elkaar en de afvalverwerker die zorgt dat het gescheiden wordt. Geweldig, wat zijn die bloesems mooi. En dat worden straks allemaal peren. En net zoals de bakken met fruitbomen die bij de camperplek staan, dat zijn ook peren. En als ze in september rijp zijn, mag je ze plukken. Wij komen nog een keer terug in september, want deze peren wil ik wel proeven. Zoals u kunt zien zijn de plekken enorm ruim opgezet. Je hebt minimaal 100 vierkante meter tot je beschikking en naast de camper heb je lekker een stukje gras waar je op kunt zitten. Het is hier beslist geen luifel aan luifel zitten. En dan de prijs van deze camperplaats. U weet dat ik liever geen prijzen geef omdat dat nu eenmaal continu aan verandering onderhevig is en de video's die blijven altijd op YouTube staan. Maar in dit geval wil ik het toch even doen. Het is nu mei 2021 en de prijs van deze camperplaats is €20 all-in. En daar heb je dus geen bijkomende kosten meer. Dus inclusief toeristenbelasting, wifi, onbeperkt stroomverbruik. Je kunt douchen zo lang als je wilt, zo vaak als je wilt. En je hebt prachtige ruime plekken. Wat belangrijk is om erbij te vertellen is dit is wel zo'n beetje de prijs die je betaalt hier, als je hier in Zuid-Beveland staat. Vooral als je wat dicht bij het water staat. Ja, dan is rond de €20 is een hele normale en gebruikelijke prijs. Wij gaan vanmiddag een rondje zak doen, oftewel de zak van Zuid-Beveland. En dat gaan we doen op deze ludieke, ouderwetse voertuigen. Het zijn Solexen. Maar het zijn niet de originele Solexen, het zijn e-Solexen. Elektrisch, dus geen lawaai, geen gestink en ook nog eens milieuvriendelijk. Ik heb de route op mijn stuur, 45 kilometer ongeveer. We hebben volle accu's, dus vamos! We zijn hartstikke dik ingepakt, want het is stervenskoud. We hebben
dikke truien onder onze jassen en daar nog weer een vest bij. Maar het is wel heel leuk om te doen. We zijn al aangekomen bij het eerste knooppunt, nummer 95, en de volgende is 80. Ja, dat gaat best hard zo op die Solexjes. Hoe Hollands wil je het plaatje hebben? Draaiende windmolens, tulpen, zon, wind en ik zou bijna zeggen een lekker stukje fietsen. Maar ja, dat gaat vanmiddag natuurlijk niet helemaal op met die Solexen. Als je deze bloesem hier zo achter mij ziet, allemaal van peren, dan zou je haast denken dat je in de Beertour bent. Maar dat is niet waar. We zijn heel dicht bij camperplek De Bloesem. En die plaats die is niet voor niets zo genoemd, want moet je eens kijken. Wat een bloesempracht. En hier zie je dan de roze bloesem van de appels. En je kan ook zien dat de stam heel anders is dan van een perenboom. Zo, 2 uurtjes op de Solex gezeten en ik vind dat wij wel weer wat lekkers verdiend hebben. Ja, we hebben ook zo ons best moeten doen om de route te kunnen volgen. Maar het is wel heel leuk hoor. Ja, absoluut. Het is wel een aanrader deze route. Heerlijk hoor, stukje appeltaart. Lang niet gehad. Achter mij zie je het strandje en het water. En dat is op 4 kilometer afstand van de camperplek. En de eigenaar heeft ons verteld dat als je geluk hebt en het is eb, en dat is het nu, dat je dan zelfs zeehonden kunt spotten. Nou, nu spotten we alleen maar dagjesmensen. Gisteren een rondje op de Solex en vandaag dus op de e-Harley. En laat ik nou altijd een Harley willen hebben gehad. Ik ben niet verder gekomen dan mijn scootertje, maar dat geeft niks, want dat is ook hartstikke leuk. Ik ga vandaag even alleen een rondje doen. Wilma die heeft andere dingen te doen. En om heel eerlijk te zijn vindt ze het ook wel een beetje griezelig. Het is wel mooi weer, maar het is vandaag weer hartstikke koud. Het waait, het lijkt wel winter zeg. En dan zitten we begin mei. Maar ik ga lekker de muts op doen en mijn handschoenen. Dan weet ik zeker dat ik het niet koud ga krijgen. Prachtig, dit is dus hartstikke leuk hè, zo'n e-Harley. Je zit er lekker comfortabel op, hij heeft brede banden en daardoor een prima wegligging. De actieradius is meer dan 60 kilometer, dus je kunt de beste afstanden mee afleggen. En de topsnelheid is 27 kilometer. Zo, dit is hartstikke leuk hoor. Ik moet zeggen, het is wel eventjes wennen. Het is weer heel anders dan de e-Solex of mijn scootertje. Maar je zou best wel een dagje mee weg willen. Het zit er helaas alweer op voor ons op deze camperplaats. Wilma die gaat zometeen de camper even naar de verzorgingsplaats rijden. En dan gaan we weer een stukje rijden. We hopen dat u een goede indruk heeft gekregen van deze camperplaats. Maar ook van wat er in de omgeving te doen is. Dat met die Solex en die Harley, dat was trouwens hartstikke leuk hè. En als ik in het boekje kijk, de toeristische gids, wat je hier allemaal nog kunt doen, dan zijn we hier nog lang niet uitgekeken. En het zit er dik in dat we nog een keertje terugkomen. Ik denk dat we dat in september gaan doen, want dan zijn de peren natuurlijk ook rijp en dan gaan we peren plukken. Hartstikke leuk. Bedankt voor het kijken en we zien u graag terug bij de volgende aflevering. Tot ziens!